in eerste instantie meer leren over Turkije, over de Turkse economie, over de politiek. Er bestaan heel veel vooroordelen in Vlaanderen. Er is heel veel onbegrip vaak. En dat los je maar op door bij te leren, door met je eigen ogen te komen kijken. Het is echt een ongelofelijke ervaring. Vanaf het allereerste moment heeft Istanbul ons betoverd. Een hele dynamische stad. Heel veel energie gaat ervan uit. En je voelt dat Turkije een land is in beweging, een land ook in volle groei. De mensen hebben een ondernemingsgeest. Ze willen de handen uit de mouwen steken en initiatief nemen. We zijn ook met open armen ontvangen. De openheid van geest en de bereidheid om te praten, ook over moeilijke onderwerpen, die heeft me heel aangenaam verrast. Dus de balans die ik kan opmaken na 4 dagen is over de ganse lijn positief. Wel, de economische uitdagingen, sowieso, de kansen die hier liggen. Niet alleen voor Turkse ondernemers, maar ook voor Belgische ondernemingen en investeerders om samen te werken. Twee, dat we in Europa echt dringend een tandje moeten bijsteken in onze relaties met Turkije. De voorbije jaren hebben we dat vanuit de Europese Unie wat losgelaten en dat vind ik een hele jammere zaak. Maar Turkije gaat zijn eigen weg. Dus het is belangrijk dat we in Europa beseffen dat we hier een partnership voor het grijpen hebben en dat we dat ook moeten nemen. Er zijn veel vooroordelen in Vlaanderen ten opzichte van Turkse Vlamingen of Vlaamse Turken. En die zijn volledig onterecht. Ik kan iedereen uitnodigen om er eens naartoe te komen en te komen kijken. Het is meer dan ik verwacht dat een dynamisch land in volle ontwikkeling, met een hele grote openheid van geest. En in die mate zelfs dat wij er in Vlaanderen wat van kunnen leren. Onlar durmaya devam ediyor, yerleri sürüklemeye devam ediyorlar. Sonra o Ramada Otel'in oradaki gözaltı otobüsüne bindirdiler. Bindirir bindirmezdi beni götüren polis ki yüzüme bir yumruk attı. Bütün bu gezi olaylarında, gezi direnişinde devlet işkenceyi sokağa taşıdı.